Ik hoop dat de blije gezichten die we de afgelopen jaren hebben gezien, dat die weer terug mogen komen. Dat iedereen hier eigenlijk als één grote familie toch wel op afstand feest mogen vieren. Het is een festival bedoeld voor iedereen. En omdat hier in de wijk de Hoorners ook wel de vraag was naar wat meer vertier, kwam ik op het idee om een picknickfestival, dat werd het Jumping Picnic Festival, hier neer te zetten. En dat was 2 jaar geleden een redelijk groot succes en vorig jaar eigenlijk een nog groter succes. Helaas vanwege de corona, waar iedereen wel mee te maken heeft, moesten we het verplaatsen in de hoop dat het dan door zou kunnen gaan. En vooralsnog is dat wel aan de orde. In de voorbereiding waren we redelijk zeg maar, voor 75% al rond. Maar we hadden wel in ons achterhoofd al, want in maart hadden we natuurlijk al de eerste signalen ontvangen dat het in Nederland toch ook niet zo goed eraan toe ging. Zijn we gestopt met het verder plannen en de inkoop te doen en met mensen het overleg zeg maar, te hebben. En uiteindelijk hebben we een datum gekozen na de zomervakantie. Eigenlijk is alles rond, alleen het zonnetje dat moet nog gaan schijnen. En dat is, dus ik hoop dat alles gaat lopen zoals we gepland hebben. Ten eerste komen er 4 blokken, de mensen mogen niet meer zoals normaal gesproken vrij naar binnen lopen. Want voorheen hadden we de laatste keer 2.500 bezoekers over de hele dag genomen binnen. En dat is niet meer mogelijk. Er zijn blokken waarbij je een cirkel kunt claimen. Dus hier op het veld waar jullie ook staan, daar komen cirkels met krijt spuitbussen. En die cirkel kun je claimen en vervolgens kun je daar met je gezin of met je huishouden in plaats nemen. En dat is dan 3 uur geldig. En vanaf dat moment, je krijgt ook een kleurbandje om. En vanaf dat moment moet je het veld verlaten. En kan de volgende lichting mensen met een bepaald blok, die kunnen dan weer in de cirkels plaats vinden. En daarnaast is er meer security op de been, meer EHBO'ers. En we zullen ook alles markeren en afzetten, zodat er sprake is van die coronamaatregelen. Zodat iedereen zich ook veilig voelt hier op het veld, al zijn we in de buitenlucht. De veiligheidsregio managers komen dan ook op de dag alles goed controleren vooraf. Zodat wij ook weten, los van dat we alle stukken al ingeleverd hebben, welke kleine dingetjes of details misschien nog even anders moeten. Zodat het echt helemaal 100% waterdicht is. En we hopen op die manier overal aan te voldoen. En dat iedereen gewoon echt wel een hele leuke dag mag beleven.